بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dit is de tweede les over het onderwerp van de tekenen van het uur, waar we vorige week mee zijn begonnen. En tekenen van het uur hebben we gezegd dat het tekenen zijn die duiden erop dat het uur yani nabij is. En dat het uur dichtbij is. En het uur dat vindt plaats onverwachts. Zoals Allah zegt in de Koran. La ta'tikum illa baghta. Het uur komt onverwachts en plotseling. Maar door de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala heeft hij tekenen voor ons. Heeft hij tekenen voor ons dat wij en niet denken aan het uur. En dat wij ons voorbereiden op het uur. Als die komt, dan zijn we erop voorbereid. Want dat is eigenlijk het doel van deze tekenen. Deze tekenen houden ons wakker en schudden ons wakker. Zodat wij ons voorbereiden op het uur. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen die sahabi die naar hem toekwam. En die hem vroeg over het uur met de sa'a. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. En wat heb jij erop voorbereid? Daar gaat het om. Het voorbereiden als deze dag komt. Dat je erop voorbereid bent. Voorbereiden betekent dat je goede daden hebt verricht. En slechte daden hebt vermeden. Vandaar dat deze tekenen ons yani wakker houden. En ons laten zien dat het uur nabij is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals ik eerder zei, heeft tekenen opgenoemd die duiden op het uur. Of op de nabijheid van het uur. En deze tekenen, de geleerden splitsen deze in twee. Grote tekenen en kleine tekenen. Grote tekenen en kleine tekenen. En we hebben toen vorige week ook uitgelegd wat het verschil is tussen grote teken en de kleine tekenen. En we zijn ook begonnen met het opnoemen van een aantal kleine tekenen. En we hebben toen gezegd, onder andere, het zenden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam behoort tot de tekenen van het uur. Tot de kleine tekenen van het uur. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat ook heeft gezegd. En ook zijn dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam behoort tot de tekenen, tot de kleine tekenen van het uur. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gezegd. Toen hij zei, som zes zaken op. Die behoren of die plaatsvinden voor het uur. En hij zei onder andere, mijn yani, overlijden of de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam behoort door die tekenen. En deze twee hebben we vorige week opgenoemd. Nu zullen we nog een aantal andere tekenen opnoemen die behoren tot de kleine tekenen van het uur. En deze tekenen die ik ga opnoemen zijn niet op volgorde. Ze zijn niet op volgorde, alleen er zijn wel overleveringen die erop duiden. En ik ken geen overlevering die volgorde aangeeft. Maar het zijn overleveringen, verschillende overleveringen, waarin staat dat er zaken gebeuren of plaatsvinden voordat het uur plaatsvindt. En dat het uur niet plaats zal vinden totdat deze zaken zullen plaatsvinden. Dus ik ga gewoon een aantal zaken opnoemen, zonder dat ze duiden op een bepaalde volgorde. Tot de tekenen, tot de kleine tekenen van het uur, behoort Fath Bayt al-Maqdis. Het terugnemen van Bayt al-Maqdis. Of het veroveren van Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis, dat is Jeruzalem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith Auf ibn Malik. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tel zes zaken die zullen plaatsvinden voor het aanbreken van het uur. En hij noemde tot die zes zaken, noemde hij Fathu Bayt al-Maqdis. Het openen van Bayt al-Maqdis. Yani dat Bayt al-Maqdis zal behoren tot het Islamitische Rijk. Dat is een van de tekenen van het uur. En deze teken heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de tijd van Omar radiyallahu anhu. In de tijd van Omar radiyallahu anhu, toen hij de leider was van de gelovigen, is Bayt al-Maqdis een Islamitische staat geworden. En is dat toegevoegd aan het Islamitische Rijk. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam
En de tijd van Abu Bakr was Beit al-Maqdis onder het gezag van, of onder, het macht, onder de macht van de christenen. En in de tijd van Umar radiyallahu anhu heeft hij Beit al-Maqdis yani, veroverd. Umar radiyallahu anhu had een leger gestuurd naar yani, al-Sham. En deze leger was een sterk leger waar niemand tegen op kon, of niemand, waar niemand yani, tegen kon strijden. En Umar radiyallahu anhu stuurde deze leger onder leiding van Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah radiyallahu anhu, amin hadhihi al-ummah, de vertrouweling van deze ummah, Abu Ubaidah. En hij kwam yani, Damascus binnen en hij ging richting Beit al-Maqdis. En ze wisten, zoals ik net zei, ze wisten dat deze leger niet te verslaan was. Toen hij Beit al-Maqdis kwam, bij Beit al-Maqdis aankwam, nodigde hij hun uit tot de islam, zoals dat hoort. Als yani, een islamitische leger de strijd aangaat, voordat ze de strijd aangaan, moeten ze eerst de mensen uitnodigen naar de islam. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat ook altijd deed. Met Ghaybar en op andere, bij andere yani, veldslagen. Hij nodigde eerst naar de islam. Als het accepteren, alhamdulillah, dan hebben ze dezelfde rechten. Accepteren ze dat niet, als het mensen zijn van Ahl al-Kitab, van het boek, de christenen en de joden, dan wordt hun voorgesteld om de jizya te geven. Jizya, dat is een soort belasting die ze afdragen aan de islamitische staat. En dan mogen ze op hun dien blijven, op hun godsdienst blijven. Ala kulli hal, Abi Ubaidah, ze zeiden tegen hem, de christenen zeiden tegen hem, in onze boeken staat dat wij de sleutels van deze stad alleen mogen geven aan de leider. En ze logen eigenlijk. Maar ze dachten van, Umar is er niet, want Umar was in Medina. En ze dachten, Umar komt toch niet. Maar ze schreven naar Umar radiyallahu anhu en zeiden tegen hem dat ze zeggen dat in hun boeken staat dat de sleutels moeten overhandigd worden aan de leider van de moslims. En dat was Umar. Dus Umar radiyallahu anhu, hij vertrok. Hij vertrok naar Beit al-Maqdis. Deze grote afstand legde hij gewoon af. Hij nam iemand mee, een van zijn yani, knechten. En hij vertrok op één rijdier. En ze reden op deze dier omst de beurt. Omar een uur en zijn knecht een uur. Zo deden zij totdat ze aankwamen bij Beit al-Maqdis. Toen ze bijna aankwamen bij Beit al-Maqdis, was zijn knecht die op deze rijdier zat. En het was zijn beurt. Toen ze dat zagen, dachten ze dat hij de leider was. En Umar radiyallahu anhu, die was simpel. En hij had kleren aan die yani, gescheurd waren. En die niet, zeg maar, leken zoals een leider van hun leek. En de sahaba radiyallahu alayhim, toen ze dat zagen, en ook zeg maar, de tabi'in die daarbij waren, toen ze dat zagen, huilden ze toen ze Umar radiyallahu anhu zagen in deze toestand. Maar Umar radiyallahu anhu die hechtte geen waarde aan de dunya. Hij hechtte geen waarde aan deze dunya. En hij zei toen ook tegen de sahaba of tegen hun, hij zei dat de moslims die hebben de macht gekregen door de islam. En als ze de macht ergens anders zoeken dan de islam, zal Allah subhanahu wa ta'ala hun vernederen. Zal Allah hun vernederen. Dus als zij ergens anders dat zoeken, bij wereldse zaken of iets anders, zal Allah subhanahu wa ta'ala hun vernederen. Ala kulli hal, dus Umar radiyallahu anhu had toen persoonlijk de sleutels yani, in ontvangst genomen van Beit al-Maqdis. Dus in deze tijd van Umar radiyallahu anhu is Beit al-Maqdis onder de leiderschap van de moslims geweest. En dat heeft heel lang geduurd. En daarna is het weer yani, teruggenomen. En daarna is het weer door de moslims terugveroverd. Onder andere laatste keer yani, door Salah ad-Din Ayyubi in de 19e eeuw. En nu is het weer in de handen van de Joden. En mag Allah subhanahu wa ta'ala deze plek zuiveren van de Joden. Dat de moslims weer deze terugnemen.
Ala kulli hal, dus dit behoort tot de tekenen van het uur. Feth Beit al-Maqdis. En tot de tekenen van het uur behoort ook qabdul ilm. Qabdul ilm betekent dat kennis verminderd wordt. Kennis zal weinig zijn. Kennis zal verminderd worden. Er zal weinig kennis zijn. En onwetendheid zal zich vestigen en zal spreiden onder de moslims. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook hierover, zoals staat in hadith Anas ibn Malik in Sahihain, in Bukhari en Muslim, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, min ashrati sa'a an yurfa' al-ilm. En yurfa' al-ilm wa yathbutu al-jahl. Tot het tekenen van het uur is dat kennis minder wordt en dat onwetendheid meer wordt en verspreid. Dat behoort tot de tekenen van het uur. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons ook verteld hoe deze kennis zal verminderen. Zoals staat in hadith Abdullah ibn Amr ibn As, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad, walakin biqabdi al-ulama hatta la yabqa alima, aw hatta idha lam yabqa alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. In deze hadith, die staat in Bukhari en Muslim ook, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of hij vertelt ons hoe deze kennis zal verminderen. Hij zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala de kennis, en met kennis bedoelen wij kennis van het kitab en het sunnah, yani islamitische kennis. De profeet zegt dat Allah subhanahu wa ta'ala deze kennis niet zal rukken uit de harten van de mensen. Maar hij zei, deze kennis zal verminderen door de dood van de geleerden. Dus als de geleerden doodgaan, dan wordt ook kennis minder. Want de geleerden, dat zijn de bezitters van de kennis. Als hun komen te overlijden, dan komen ze ook, dan ook wat ze bezitten, verdwijnt. Dat is de kennis. Dat wordt daardoor minder. Dus hoe wordt kennis minder? Doordat geleerden verdwijnen en doodgaan. De profeet zei, totdat er geen geleerde overblijft. En dat de mensen onwetende zullen aanstellen als geleerden. En ze zullen deze onwetende vragen. Ze zullen hun fatwa vragen. Ze zullen hun, yani vragen over islamitische zaken. Fasu'ilu fa'aftau bighayri ilm. En ze zullen antwoord geven zonder kennis. Want als geleerden verdwijnen, wat blijft er over? Onwetende. Als deze onwetende islamitische vraagstukken gaan behandelen, dan zullen ze dat doen zonder kennis, want ze zijn geen geleerden. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Als zij praten zonder kennis, zullen zij afgedwaald zijn en ze zullen andere mensen laten afdwalen. Dus het verminderen van kennis, omdat kennis weinig zal zijn, behoort tot de tekenen van het uur. En dat er weinig geleerden zijn, behoort ook tot de tekenen van het uur. Want de geleerden, dat zijn de erfgenamen van de profeten. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En de erfgenamen van de profeten, zij zijn degene die kennis hebben geërfd. Want de profeten hebben geen rijkdommen achtergelaten. De profeten hebben geen rijkdommen achtergelaten die geërfd worden, maar ze hebben kennis achtergelaten. Wie van deze kennis neemt, behoort tot de erfgenamen van de profeten. En dat zijn de geleerden. En als kennis minder wordt, dan betekent dat ook dat het handelen naar kennis ook minder gaat worden. En als onwetendheid verspreid zal worden, dan betekent dat ook dat het handelen naar onwetendheid ook zichzelf zal verspreiden. En dat zien we ook vandaag de dag. Dan zien we bij mensen die onwetend zijn, die geen kennis hebben, die handelen naar onwetendheid. Waardoor onwetendheid en het handelen daarnaar verspreid wordt. Waardoor bijvoorbeeld innovaties verspreid worden onder de mensen. Omdat de mensen handelen zonder kennis. En waardoor de sunnah minder te zien is. Omdat de mensen geen kennis hebben van de sunnah. Dus kennis vermindert en onwetendheid wordt meer. Vandaar dat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu zei, Alaykum bil ilmi qabla an yuqbad. Hij zei, neem kennis voordat deze kennis vergaat. Voordat deze kennis wordt teruggenomen. En hij zei toen dat het wegnemen van kennis, dat komt tot stand
doordat geleerden komen te overlijden. Doordat geleerden komen te overlijden. En ook behoort, of ook op het einde van de tijd, zoals staat in hadith, zal ook deze kennis, in het bijzonder kennis van de Koran, zal uit de harten verdwijnen van de mensen. Zoals staat in hadith, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, dat op het einde, aan het einde van de tijd, zal de Koran verdwijnen uit de harten van de mensen. In één nacht zal er geen woord meer zijn in de harten van de mensen. De mensen die het hebben gememoriseerd, die zullen dat vergeten. In één nacht zal het allemaal verdwijnen. En hij zal ook verdwijnen uit de masahif. Uit de Koran dus, zal hij ook verdwijnen. Maar dit is op het einde van de tijd. Dat er alleen maar slechte mensen overblijven. Dus kennis zal verminderen. En dat is een van de tekenen van het uur. En in een hadith van Hudhayfa radiyallahu anhu staat dat kennis zal verminderen en minder zal worden totdat de mensen niet meer weten wat het gebed is. En totdat de mensen niet meer weten van wat het vaste is. En totdat de mensen niet meer weten van wat as-sadaqa is. Zover zal het komen met onwetendheid en met het verminderen van islamitische kennis. En ook tot de tekenen van het uur, de kleine tekenen van het uur, behoort ook dat de mensen rijk zullen worden. En dat mensen zoveel geld zullen hebben, dat niemand meer een sadaqa accepteert. Niemand die sadaqa meer accepteert. Ze hebben het niet nodig. Dit is een van de tekenen van het uur. Deze gebeurtenis, als dit plaatsvindt, betekent dat ook dat dit een van de tekenen is van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover in een hadith. La taqumu sa'a hatta yakthuru fikum al-mal. Fayafidu hatta yuhimmu rabba al-mal man yaqbal minhu sadaqa. De profeet zegt van dat deze rijkdommen, geld, zal zoveel zijn bij de mensen dat iemand die geld heeft, dat hij niemand meer vindt die zijn sadaqa accepteert. En niemand, ze hebben het niet nodig. Iedereen heeft geld. Ze hebben geen sadaqa meer nodig. Er zullen geen arme mensen zijn. Dit is een van de tekenen van het uur. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd in hadith dat de rijkdom van deze umma, rijkdom van deze umma zal ver rijken. Ja, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft het gezegd voordat deze rijk zo groot was geworden. Hij zei dat سيبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. يعني deze rijk, islamitisch rijk, zal zich spreiden naar het verre oosten en naar richting het westen. Zoals wij vandaag de dag zien. يعني islamitische staat begint al in het verre oosten, Indonesië en Maleisië en andere staten, tot aan andere kant, Marokko en Algerije en dergelijke. Terwijl in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was het heel klein. Alleen maar, Medina en daarna, Mekka. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit ook gezegd. En dit duidt ook op zijn, dat hij een profeet is. Duidt op zijn profeetschap. Min alamat, min alam en nubuwa. Duidt op zijn profeetschap. Want zo is het ook gebeurd. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, U'titu al-kanzain. Er is mij twee schatten gegeven. Al-ahmar wal-abyad. Deze twee schatten, waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt van dat zijn umma deze twee schatten krijgt. Hij zegt het rode en het witte. Het rode betekent goud en het witte zilver. Dat deze umma dat zal krijgen. En dit heeft ook plaatsgevonden. Want toen de moslims, toen het islamitische rijk groter werd in de tijd van Omar en Uthman en daarna, zijn de Perzen verslagen en zijn de Romeinen verslagen. En deze Perzen en de Romeinen, die hadden deze rijkdommen. Die hadden goud en zilver. En dit kwam toen naar de moslims. En ze werden rijk. En ze hadden zoveel geld dat er niemand was die sadaqa accepteerde van hun. Vooral in de tijd van Omar ibn Abdul Aziz. Rahimahullah. In zijn tijd was er zoveel geld dat niemand meer geld nodig had. In de tijd van Omar
Ibn Abdul Aziz door zoveel, doordat het Islamitische Rijk zo groot werd. En alle rijkdommen kwamen toe naar, naar het Beit al-Mal van de moslims. Naar, yani, naar de moslims toe. Dus dit heeft ook plaatsgevonden. En ook wat nog plaats gaat vinden, wat ook nog plaats gaat vinden, in de tijd van de Mahdi. Als de Mahdi komt, zullen ook de mensen rijk zijn. En de mensen zullen alles hebben wat ze willen. En er zullen geen arme mensen meer zijn. En dit is, yani, dit behoort tot de grote tekenen van het uur, dat de Mahdi tevoorschijn komt. En dat de mensen zo rijk zullen zijn, dat niemand meer sadaqa nodig heeft. En tot de tekenen van het uur, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, behoort ook dat er rampen zullen ontstaan, gebeurtenissen, fitan. Fitan zullen veel zijn. Er zullen veel fitan zijn op aarde. En fitan, dat zijn beproevingen. En yani ibtila, beproevingen en ook rampen. Deze zullen veel worden. Zo erg dat iemand wakker wordt als moslim. En gaat slapen als kafir. Of gaat slapen als kafir. En wakker wordt als moslim. Fitan zullen zo erg zijn dat de waarheid niet meer kan onderscheiden worden van de valsheid. Dit valt ook onder fitan. En fitan kunnen plaatsvinden in de dien, yani shubuhat, of in shahawat. In twijfelachtige zaken, onduidelijkheden, innovaties, of in shahawat. Fitan die te maken hebben met wereldse zaken en wereldse verleidingen. Fitan die te maken hebben met geld, of fitan die te maken hebben met vrouwen, of met posities. Andere soorten fitan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, hadith Abi Musa al-Ash'ari, hij zegt, inna bayna yaday sa'a fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim yasbahu ar-rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira. In andere hadith de profeet sallallahu alayhi wa sallam over deze fitan, badiru bil a'mali fitana ka qita'i al-layl al-mudhlim yasbahu ar-rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yasbahu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Deze fitan zullen zo erg zijn dat, wat ik net zei, een persoon als moslim wakker wordt en als kafir gaat slapen. En ook omgekeerd. Yani, hij verkoopt zijn dien om iets weinigs, om iets kleins van de zaken van het dunya. Dit behoort ook tot de tekenen van het uur. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook over andere fitan gesproken. Fitan die te maken hebben met rampen die de moslims overkomen. Rampen die de moslims overkomen. En een van de grootste rampen is dat de moslims, yani, in chaos zullen leven. Dat de moslims geen jama'a zullen zijn. Dat is ook een vorm van fitan. Dat ze geen leider hebben. Dat er veel wordt gemoord en wordt gedood. Zo erg dat iemand zal moorden en hij weet niet waarom hij eigenlijk moordt. En dat iemand vermoord zal worden en hij weet eigenlijk niet waarom hij is vermoord. Zo erg zal dat zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt dat in tijd van fitan, in de tijd van fitan, zegt hij dat iemand die zit beter is dan iemand die staat. En iemand die staat is beter dan iemand die loopt. En iemand die loopt is beter dan iemand die, yani, rent in deze fitan. Dus in tijd van fitan moet je rustig aan doen. Moet je niet meedoen met fitan. En niet ermee bemoeien. En niet erover praten. Net zoals wat nu gebeurt in deze tijd. Als er een fitan is ontstaan, gaan de jongeren allemaal zich bezighouden met deze fitan. Ze praten erover dag en nacht. Ze nemen standpunten. Ze nemen, yani, ze praten erover. Ze kiezen partijen en dergelijke. In tijd van fitan is het advies dat je rustig aan moet doen. Dat je niet te snel moet zijn. Laat deze zaken over aan grote geleerden. Die praten over de fitan. Die praten over deze grote zaken die de moslims, die de umma aangaat. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons geadviseerd om in tijden van fitan, yani, goede daden te verrichten. Badiru bil a'mali fitana. In tijd van fitan moeten wij ons bezighouden met al-ibada. Ons bezighouden met het verrichten van goede daden. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ta'awwadu min al-fitan. Ta'awwadu, zoek toevlucht van al-fitan. Zoek toevlucht van al-fitan. Ta'awwadu billahi min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. Maar wa haramin hawa ma batan.
En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd dat de meeste fitan die zullen komen vanuit het oosten. Die zullen plaatsvinden en die zullen tevoorschijn komen vanuit het oosten. Vooral vanuit Irak, zoals yani in hadith staat. Waar karn al-shaytan tevoorschijn komt. Waar de, yani, de horen van de shaytan tevoorschijn komt. Uit het gebied van Irak. En daar zijn ook de meeste fitan tevoorschijn gekomen. Vanaf de tijd van de Sahaba. Vanaf de tijd van de Sahaba, toen de groeperingen tevoorschijn kwamen, kwamen ze die kant op. Kwamen ze vanuit die kant. Onder andere Al-Qadariya. Al-Qadariya kwamen onder andere uit Al-Basra. Uit Irak. En ook de Mu'tazila. En Mu'tazila zijn ook tevoorschijn gekomen in Irak. En ook Al-Khawarij. Al-Khawarij zijn daar tevoorschijn gekomen. En Al-Jahmiya. En Al-Rafida. De Shiiten. En heel veel andere groeperingen zijn gekomen vanuit dat gebied. En ook andere fitan. Deze plek is een plek van al-fitan. Waar al-fitan tevoorschijn komen. Totdat Dajjal tevoorschijn zal komen. Ook uit dat gebied. En ook Ya'juj en Ma'juj zullen ook komen uit dat gebied. Dus al-fitan behoort tot de tekenen van het uur. Als al-fitan rampen en andere vormen van fitan verschijnen, behoort dat tot de tekenen van het uur, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft aangegeven. En tot de tekenen van het uur, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd, behoort ook dat de moslims de ongelovigen zullen imiteren. Het imiteren van de ongelovigen behoort tot de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, die staat in Bukhari en Muslim, لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Deze hadith had de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat het uur niet zal plaatsvinden totdat deze ummah de vorige gemeenschappen zullen imiteren. Ze zullen hun strikt opvolgen. Shibran bi shibr wa dhira' bi dhira'. Dit duidt op een strikte, yani, volging of strikte, yani, imiteren en nadoen van de ongelovigen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd, zeiden tegen hem, de joden en de christenen, hij zei wie anders. Wie anders zijn deze mensen die ze zullen opvolgen en die ze zullen, yani, imiteren. En dit is ook wat er is gebeurd. En dit is ook wat er nog steeds gebeurt. Dat heel veel van de moslims de ongelovigen imiteren. Ze imiteren de ongelovigen in heel veel zaken. De mannen irriteren de mannen. Of ze imiteren de mannen. En de vrouwen, die doen de vrouwen na. Ze imiteren hun onder andere yani in hun gedrag. In hun kleding. In hun kapsels. Zoals we nu duidelijk zien. Maar ook zelfs in hun aanbiddingen. In sommige feesten van hun die ze vieren. Waar de moslims in hun hebben geïmiteerd. Zelfs yani, feesten. Die behoren tot, zeg maar, religieuze feesten. Zoals wat ze noemen, geboortefeest van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is eigenlijk een imitatie van de christenen. Want toen een aantal moslims zagen dat de christenen de geboortefeest van Jezus vierden, zeiden zij van, wij gaan ook de geboortefeest vieren van onze profeet. En dat is ook een imitatie en een innovatie tegelijkertijd. En ook wat de moslims hebben gedaan, waarin ze de joden en de christenen hebben geïmiteerd, is onder andere dat ze tombes bouwen bij graven. En dat ze doden begraven in moskeeën. Dat is ook eigenlijk een daad van de christenen en de joden. Dat is hun werk, dat zij doden begraven en hun heiligen begraven in hun gebedsplekken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover, La'an Allahu al-Yahud wa-Nasara. Hij vervloekte de joden en de christenen omdat zij van hun graven een gebedsplek hebben gemaakt. Of door doden te begraven in hun gebedsplaatsen. Of door bepaalde gebedshuizen te bouwen op graven. Dit hebben ook de moslims gedaan. Ze hebben hun nagedaan in deze zaken. Ook in het overdrijven. In het vereren van heiligen.
Dat is ook iets wat afkomstig is van de Joden en de Christenen. En ook de moslims hebben zich daar, hebben hun daarin gevolgd. En ook het veranderen van, ja, die teksten uit de Koran, wat de Joden hebben gedaan, doen ook heel veel moslims. En ook imiteren ze hun in een aantal zonden. Bijvoorbeeld in rente, het eten van rente, het handelen met rente. Dat is ook iets waar ze de ongelovigen in hebben geïmiteerd. En andere zaken die bekend zijn. Onder andere ook bijvoorbeeld als het gaat om oordelen. Ze hebben de wetten van, de meesten hebben het oordelen met de wet van Allah subhanahu wa ta'ala aan de kant gezet. En ze imiteren het Westen met andere wetten toe te passen. Of met andere wetten te oordelen dan die Allah subhanahu wa ta'ala voor hun heeft verplicht gesteld. En nog heel veel andere dingen waarin de moslims de ongelovigen in hebben geïmiteerd. En deze zaken zijn bekend. Als je kijkt naar de moslims vandaag de dag, dan zie je dat ook heel duidelijk. Tot ook tot de tekenen van het uur is ook wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Dat er mensen zullen verschijnen die zullen beweren dat ze profeten zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, La taqumu sa'a. حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. رسول صلى الله عليه وسلم zegt in deze hadith dat het uur niet zal plaatsvinden totdat er 30 leugenaars zullen tevoorschijn komen die zullen beweren dat hun een boodschapper zijn, die gestuurd is door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hun gestuurd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn leugenaars. Kedhaboon, dajjaloon. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere overlevering. Wa ana khatimun nabiyyin. En ik ben de laatste van de profeten. Na de profeet sallallahu alayhi wa sallam is er geen andere profeet meer. Dus degene die beweert dat hij profeet is. En dat hij is gezonden. Na de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is een leugenaar. Is een kedhab. Is een dajjal. En die behoort dus tot degene die beweren dat ze profeet zijn. En zulke mensen zijn kuffar. En deze mensen, mensen die dat hebben beweerd, zijn al heel vroeg tevoorschijn gekomen. Zelfs in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was de eerste die dat beweerde, was iemand, hij heette Musaylama. En de profeet noemde hem Musaylama al-Kadhab. Musaylama, de leugenaar. Hij beweerde dat hij een profeet was. En deze Musaylama is uiteindelijk vermoord in de tijd van Abu Bakr radiyallahu anhu. Toen er een slag heeft plaatsgevonden tussen de Sahaba en deze leugenaar. En deze leugenaar had ook volgelingen die hem hebben gevolgd en die hem geloofden. En ze hebben een oorlog tegen hen gevoerd. Een slag, die slag heette Al-Yamama. Daarin is hij vermoord. En na hem zijn er nog velen gekomen die hebben beweerd dat ze profeten zijn. En dit behoort allemaal tot de tekenen van de dag des oordeels. En een van hun laatste, die in deze eeuw is verschenen, of eigenlijk in de vorige eeuw is verschenen, in de 19e eeuw, is de bekende Ahmed al-Qadian, Mirza Ahmed al-Qadiani. Deze is verschenen in India, op het einde van de 19e eeuw. En hij beweerde ook dat hij een profeet was. En hij heeft ook volgelingen. Hun zijn bekend. Deze groepering is bekend als Al-Qadianiyya. En zijn ook bekend als Ahmadiyya. De Ahmadiyya beweging. Hun beweren dat Ahmed, deze persoon, dat hij een profeet is. Hij beweert dat hij een profeet was. En dat hij openbaring kreeg. En dat hij een profeet was na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deze groepering is door de geleerden als ongelovig bestempeld. Want iemand die beweert dat hij een profeet is na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, is een ongelovige. En deze persoon is ook gestorven. Hij is gestorven zoals ze hebben gezegd. Tijdens het doen van zijn behoefte. Is hij gestorven in de toilet. Zo heeft deze man zijn einde gekregen. En zoals in hadith staat. Dat als een profeet sterft. Dan wordt hij begraven waar die sterft. Maar hij is niet begraven daar. Hij is ergens anders begraven. Dit is ook een teken natuurlijk dat hij een leugenaar is. Er zijn natuurlijk alle andere overleveringen natuurlijk, dat er geen profeet is na de komst van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar dus
Dit is ook een van de tekenen van het uur. Dat er mensen zullen zijn die zullen beweren dat ze profeten zijn. En de hadith staat van dat ongeveer 30 zullen zijn. En deze 30 zullen ook aanhangers hebben. Zullen volgelingen hebben die hun volgen. En de laatste van deze wat ik net zei is deze Ahmed al-Qadiani. Deze en die afvallige. En tot de tekenen van het uur behoort ook dat er veel aardbevingen zullen plaatsvinden. Bevingen en aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. En andere zaken die te maken hebben met bevingen van de aarde. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith. Bijna yaday sa'a sanawatu zalazil. Er zal voor het uur zullen er veel bevingen plaatsvinden. Veel, yani aardbevingen zullen plaatsvinden. En andere bevingen van de aarde zullen yani plaatsvinden en zullen veel zijn. Ze zullen veel zijn en constant zijn totdat het uur plaatsvindt. Totdat het uur gaat plaatsvinden. En als het uur gaat plaatsvinden, dan zal er een grote beving plaatsvinden. Dat is de beving van het uur. Het uur zal ook een grote yani beving zijn. Zoals Allah in de Koran zegt. Ja, ayyuha an-nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adheem. O, jullie mensen, vrees jullie Heer, want de beving van het uur, dus het uur is ook een beving. De beving van het uur is iets groots. Shay'un 'adheem, iets geweldigs, iets groots. Dus er zullen veel aardbevingen plaatsvinden en andere bevingen zullen plaatsvinden, totdat de grote beving plaats gaat vinden. En dat is de beving van het uur. En ook tot de tekenen van de dag des oordeels is ook dat de tijd voorbij zal vliegen. De tijd zal snel gaan en voorbij vliegen. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd. Hij zei, La taqumu sa'a hatta yataqarabu zaman. Fatakunu sana kal shahr. Wal shahr kal usbu'. Wal usbu'. Kaljoom, waljoom kassa'a. De profeet zegt in deze hadith dat het uur niet plaats zal vinden totdat de tijd snel zal vliegen. En totdat de tijd, yani, kort wordt. Kort wordt. De profeet zei van, zo kort dat een jaar zoals een maand zal lijken. En dat een maand zoals een week zal lijken. En dat een week op een dag gaat lijken. En een dag op een uur. Zo snel zal de tijd gaan. En als de tijd zo snel zal gaan, dan is dat een teken van het uur. Maar wat betekent dat? Dat yani, een jaar zal zijn zoals een maand. En een maand zoals een week. Betekent niet dat het werkelijk zo zal zijn. Maar dat betekent dat de zegening van deze tijd zal verminderen. Yani, wat iemand in een jaar doet, kan hij in principe eigenlijk in een maand doen. En wat hij in een maand doet, kan hij in principe eigenlijk in een week doen. Yani er zal weinig baraka zijn in zijn tijd. Waardoor de tijd vliegt. Voorbij vliegt. Dat wordt bedoeld met dat de tijd yani, kort zal zijn. En dat de tijd voorbij zal vliegen. En ook, en dat is ook wat we vandaag de dag zien. Vandaag de dag vliegt een jaar voorbij. En als je gaat kijken wat je in die jaar hebt gedaan, dan denk je van subhanallah. Een jaar is voorbij gegaan. En je hebt weinig, je bent weinig opgeschoten. En een maand is zo voorbij. Voordat je het weet, is de maand voorbij. Soms denk je van zaken die bijvoorbeeld een aantal maanden terug zijn gebeurd, denk je van dat het een aantal weken zijn. Terwijl al maanden voorbij zijn. Of soms een gebeurtenis heeft vorige week plaatsgevonden, maar het lijkt net dat het nog gisteren heeft plaatsgevonden. Omdat de tijd zo snel voorbij gaat en dat er eigenlijk weinig baraka is. Yani in de tijd. En dat behoort allemaal tot de tekenen van het uur. En ook tot de tekenen van het uur behoort ook, zoals de profeet Salas heeft gezegd, dat er veel overspel zal plaatsvinden. Er zal veel overspel plaatsvinden onder de moslims. Zoals de profeet heeft gezegd, zoals staat in hadith Anas, inna min ashrati sa'a. Hij zei tot de tekenen van het uur, en hij noemde een aantal tekenen, en hij zei dat overspel yani, zeg maar, openlijk zal zijn en openlijk zal plaatsvinden. Openlijk zal plaatsvinden. Overspel zal openlijk plaatsvinden. Dit is een teken van de tekenen van het uur. En een andere hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. La yakunanna fi ummati aqwamun
يستحلون الحرى والحرير والمعازف. Hij zei, er zullen mensen zijn van deze umma die zullen, yani, zijden en ook overspellen, zina, al-hira is zina, en al-harir is zijde, die zullen dat, yani, als toegestaan zien. Of toegestaan zien dat ze het echt geloven, of dat ze daar zo makkelijk over doen, net of het voor hun toegestaan is. En ook muziekinstrumenten. Dus dat zina verspreid zal worden onder de moslims, en dat yani, iets zal worden wat eigenlijk lijkt net normaal, dat is een teken van de tekenen van het uur. En ook een teken van de tekenen van het uur is dat er riba, dus riba, voeker en rente, dat de moslims daar makkelijk over gaan doen. En het eten van haram, dat is ook een van de tekenen van het uur. Als dat plaatsvindt, dat de mensen met de riba te maken gaan krijgen, dat ze nemen of geven, en dat ze makkelijk doen over hun geld. Ze doen niet, het maakt niet uit hoe ze aan hun geld komen, van het halal of van het haram. Als dat plaatsvindt, dan is dat een teken van de teken van het uur. En dit is ook eigenlijk in onze tijd, de meeste mensen, het maakt hun niet uit waar hun geld vandaan komt. Halal of haram, riba of geen riba. Ze doen makkelijk over deze zaken. Dat behoort tot de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de hadith, بين يدي الساعة يظهر الربا. Voor het uur zal, yani, riba tevoorschijn komen en te zien zijn, en het zal verspreid worden onder de moslims. En een andere hadith dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat was in Bukhari, ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم حرام. Er komt een tijd bij de mensen dat ze niet meer zichzelf druk maken hoe ze aan hun geld komen. Haram of halal. Het maakt ze niet meer uit. Dit behoort tot de tekenen van het uur. En zoals ik net zei, als we kijken vandaag de dag, dan zien we dat heel veel mensen, yani, vallen onder deze hadith. Heel veel mensen, het maakt ze niet uit hoe ze aan hun geld komen. Halal of haram. Maakt hun niet zoveel uit. Als het maar binnenkomt. En het eten van de riba, of het handelen met de riba, behoort tot grote zonde. Behoort tot de grote zonde. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft degene die er riba, yani, ontvangt, heeft hem gewaarschuwd. En heeft hem de oorlog verklaard. Allah heeft hem de oorlog verklaard in de Koran. Zoals Allah zegt in de Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu, fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. Fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. In deze vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, laat riba gaan. En als jullie dat niet doen, bereid je dan voor op de oorlog. Oorlog met Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. Dus degene die riba niet laat, die moet zich voorbereiden op een oorlog tegenover Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een aantal mensen vervloekt die te maken hebben met riba. Hij zegt in een hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, لعن الله آكل الربا وموكله. De profeet zegt hiervan, mocht Allah degene die er riba eet vervloeken, en ook diegene die het geeft, en degene die ervan getuigt, yani dat hij getuigt van riba of contracten waarin riba in is opgenomen. Dat behoort allemaal tot zaken die verboden zijn en zaken die duiden op het uur, of dat het uur nabij is. En ook tot de tekenen van het uur die de profeet heeft opgenoemd, is onder andere dhuhur al-ma'azif wa istihlaluha, dat instrumenten, muziekinstrumenten, worden gebruikt door de moslims. Dat ze veel muziek zullen luisteren en instrumenten zullen spelen. De profeet heeft gezegd in hadith Sa'd, of Sahel ibn Sa'd, hij zegt, سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل متى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. In deze hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat op het einde van de tijd zullen er een aantal gebeurtenissen plaatsvinden. Onder andere, خسف.
Yani er zullen mensen die zullen door de grond zakken. Als straf van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal de grond splijten en ze zullen erin vallen. En ook zal hij mensen, sommige mensen als straf, zal hij hun veranderen. Veranderen, yani in apen of in varkens, mesg. Zei tegen de profeet, wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, tegen de sahaba, als de instrumenten tevoorschijn komen, yani als de mensen yani met instrumenten gaan spelen en muziek gaan luisteren, en naar zangers en zangeressen. Al-Qainat, dat zijn zangers en zangeressen. Als die tevoorschijn gaan komen en onder de moslims aanwezig zullen zijn, en ze luisteren naar zangers en zangeressen, en instrumenten worden gespeeld en muziek wordt geluisterd, en dat het normaal is, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ze straffen met deze yani, straf. En deze teken is ook een teken die heeft plaatsgevonden en die nog steeds plaatsvindt. Nog steeds vindt deze plaats en het wordt alleen maar yani, erger. Het spelen met muziekinstrumenten is verboden. Alle instrumenten zijn verboden. Behalve het doef voor de vrouwen. Tijdens feesten mogen zij slaan op het doef. En de rest van de instrumenten zijn verboden. Ook voor de vrouwen zijn de rest van de instrumenten verboden. En ook tot de tekenen van het uur is ook dat alcohol en wijn wordt geschonken. Dat er veel alcohol en wijn wordt geschonken, yani onder de moslims. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرِ. Er zullen mensen zijn van deze umma die zullen wijn drinken, alcohol drinken. En ze zullen deze alcohol noemen bij een andere naam. Zullen het een andere naam geven. Hij zei, يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفِ. Ze zullen alcohol drinken en wijn drinken en ze zullen luisteren of yani, er zullen instrumenten gespeeld worden boven hun hoofden. Ze zullen drinken en instrumenten zullen gespeeld worden boven yani hun hoofden. Yani ze zullen op plaatsen zijn waar instrumenten worden gespeeld, waar zangers en zangeressen zijn en waar alcohol wordt geschonken. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala zal ze bestraffen en hij zal de aarde voor hun splijten en ze zullen zakken in de aarde. Ze zullen zakken in de aarde en hij zal ander van hun zal hij veranderen in apen en varkens. Hij zal ze veranderen in apen en varkens. En ook deze teken is een teken die plaats heeft gevonden. En die nog steeds vandaag de dag plaatsvindt. En zoals ik net zei, heel veel mensen drinken alcohol en ze noemen het bij een andere naam. En alcohol wordt in heel veel islamitische landen ook verkocht. Gewoon openlijk verkocht in winkels. En het wordt openlijk gedronken. Ja, nu op straten en ergens anders. Dus dit is ook een teken van de tekenen van het uur. De kleine tekenen van het uur. En ook tot de kleine tekenen van het uur behoort ook het versieren van de moskeeën. Het versieren van de moskeeën en het wedijveren over of bij het bouwen van moskeeën. Of inrichten van moskeeën. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Het uur zal niet plaatsvinden totdat de mensen zullen wedijveren in het bouwen van moskeeën. Deze bouwt een moskee en de ander wil een moskee bouwen die beter is en die groter is en die mooier is. Het versieren van de moskeeën behoort ook daartoe. Imam al-Bukhari rahimahullah, hij zei, قال Anas ibn Malik, die zei, يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hij zei, ze zullen wedijveren in het bouwen van deze moskeeën, maar ze zullen deze moskeeën niet vullen. Het zullen grote moskeeën zijn, versierd met alles erop en eraan, maar ze zullen deze moskeeën niet vullen. Niet vullen met aanbidding. Ze zullen deze moskeeën niet vullen, yani met aanbidding. En Ibn Abbas radiyallahu anhu, hij zei, jullie zullen de moskeeën versieren, zoals de Joden en de Christenen dat hebben gedaan. Zoals de Joden en de Christenen, yani hun gebedsplekken hebben versierd, zo zullen de moslims ook hun gebedsplaatsen versieren. Omar radiyallahu anhu, in zijn tijd, toen hij Masjid al-Nabawi, de moskee van de profeet, toen hij die heeft uitgebreid, en hij gaf opdracht om deze uit te breiden, zei hij tegen de mensen die bouwden, hij zei, zorg ervoor
dat de mensen, yani, dat jullie de moskee bouwen, waardoor de mensen niet nat worden. En als het regent, dat ze niet nat worden. Met andere woorden, doe datgene wat nodig is. En hij zei tegen hun, radiyallahu anhu, hij zei tegen hun, en vermijd kleuren. Yani, met andere woorden, versier de moskee niet. Versier de moskee niet. Hij zei, kijk uit voor kleuren. Kijk uit voor rood. Kijk uit voor geel. Hij zei, want deze kleuren zullen de mensen bezighouden. Zullen de mensen yani, afleiden. Dit is het advies van Omar radiyallahu anhu. Als we kijken naar vandaag de dag, dan zien we dat weinig mensen, weinig moslims, dit advies hebben opgevolgd. Sterker nog, niet alleen maar de kleuren, maar ook de manier. En ook yani, allerlei soorten versieringen die in de moskee plaatsvinden. En die in de moskee zijn, op tapijten, op de muren, op alles, de lampen, alles is versierd in de moskee. Zo erg dat het de mensen bezighoudt. En dat het de mensen yani, afleidt. Dat is een teken van de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, zat in Tirmidhi. En hij is Hassan verklaard door Sheikh al-Albani. Hij zegt, hij waarschuwt eigenlijk de moslims. En hij zegt, als jullie de moskeeën versieren. En kleuren. Idha zawaqtum al-masajid. Wa hullitum al-masahif. Hij zegt, als jullie de moskeeën versieren en kleuren. En de Korans, dus de moshafs. Ook kleuren en versieren. Hij zei, dan moet jullie verwachten, moet jullie een vernietiging verwachten. Dan moet jullie wachten op een vernietiging. Wachten op een vernietiging door deze daden. Dus dit is eigenlijk iets wat niet toegestaan is. Het versieren van de moskeeën zo erg dat de mensen afgeleid raken door al deze versieringen. En dit valt onder de tekenen van het uur. En wat ook valt onder de tekenen van het uur is dat de moslims zullen wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Het bouwen van hoge gebouwen behoort ook tot de tekenen van het uur. En dit is ook iets wat plaats heeft gevonden, heel vroeg, en wat nog steeds vandaag de dag plaatsvindt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij werd gevraagd over het uur, toen Jibril naar hem toe kwam, alayhi salam, en hij vroeg de profeet over het uur, en de profeet zei van, ik heb geen kennis over het uur. Toen zei Jibril, vertel mij over de tekenen van het uur. Toen zei de profeet onder andere, hij zei, en taral hufata al-urata al-alata ri'a al-sha yatatawaluna fil bunyan. Hij zei, tot de tekenen van het uur is dat je ziet dat mensen die eigenlijk herders waren. Ze waren herders, blootsvoets. Ze hadden geen schoenen. En het waren arme mensen. Het waren herders die geen schoenen hadden en die uiteindelijk zullen wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Hij zei, als je dat ziet, dat zijn tekenen van het uur. En dat is eigenlijk ook wat ik net zei. Dit heeft plaatsgevonden. En ook in onze tijd. Als we bijvoorbeeld kijken naar heel veel van onze vaders of onze opa's, waren herders. Waren herders. En ze hadden ook heel vaak geen schoenen. Maar nu bouwen ze hoge gebouwen. Ze bouwen hoge gebouwen. Yani in hun landen. Het bouwen van een gebouw is toegestaan. Maar het bouwen van hoge gebouwen. In sommige landen bijvoorbeeld. Die waren 50 jaar geleden. Waren ze herders. Kamelenherders. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Voordat ze olie hadden. Voordat er olie was. Waren ze herders zonder schoenen. En nu bouwen ze torens. Allemaal torens. Ze zijn allemaal rijk geworden. En ze bouwen hoge torens. En ze wedijveren in het bouwen van torens. En als je ze hebt gezien. De hoogste toren was in Maleisië. En toen in Dubai. En nu komt de hoogste toren in Jeddah. Die is zo hoog. Dat ze niet meer volgens mij daar tegenop kunnen. Ik weet niet hoe hoog die wordt. Daarin. Het bouwen van hoge torens. Behoort op de teken van het uur. En als je ziet bijvoorbeeld nu. In Mekka. Voor de moskee, voor de heilige moskee, is een toren gebouwd. Ja, die steekt boven heel de stad uit. Die is te zien van buiten de stad. Is die klok te zien, die grote klok. Het bouwen van hoge torens behoort tot de tekenen van het uur. En ook tot de tekenen van het uur behoort ook, en inshallah zullen we daarmee afsluiten, behoort ook dat er vrouwen naar buiten zullen gaan die gekleed zijn. Maar eigenlijk bloot zijn. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Dat er vrouwen zullen zijn. Die zo gekleed zijn. Dat ze eigenlijk bloot zijn. Yani die kleding die ze dragen. Die bedekt hun aura niet. Die bedekt hun aura niet. Ook al hebben ze kleding. Maar deze kleding is schaars. Of kort. Of strak.
dat hij de aura niet bedekt. Dat hij juist de aura laat zien. Dit is ook een teken van de tekenen van het uur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt yani in hadith. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Qawmun ma'ahum siyat. Qawmun ma'ahum siyat. Siyat ka adhnabil baqar. Yadribuna biha nas. Wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat. Ma'ilat. رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. In deze hadith had de profeet sallallahu alayhi wa sallam onder andere, hij zegt twee soorten die behoren tot de soorten die de hel zullen binnengaan. Hij zegt tot deze twee soorten noemde hij onder andere dat er mannen zullen zijn die zullen zwepen hebben zoals de staarten van koeien, waarmee ze mensen slaan. En hij zei dat er vrouwen zullen zijn, die behoren ook tot de vrouwen die zullen gaan naar de hel. Sinfani min ahli nar, tot de bewoners van de hel. Hij zei, nisa'un kasiyatun ariyat. Kasiyat betekent dat zij kleding hebben, zijn gekleed. Lakin, ze zijn ariyat, net of ze naakt zijn. Ze hebben kleding, maar deze kleding is niet bedekkend. Is het strak of is te kort, is niet bedekkend. Deze vrouwen, zegt de profeet over, nisa'un kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilat. Mumilat zijn een aantal yani, betekenissen hierover. Onder andere wat ze hebben gezegd, yani, hun loopgedrag. Dat ze yani, scheef lopen en ma'ilat ook. En ro'osuhunna ka asminatil buchtil ma'ila. Dat ze yani, hun haar boven op hun hoofd zetten. Dat het net een bult lijkt van een kameel. Ala kulli hal, deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat deze soort vrouwen, hij zegt dat ze het paradijs niet binnen zullen gaan. La yadkhulna al-jannah. Wa la yajidna rihaha. En ze zullen de geur van het paradijs niet ruiken. Hij zegt, en het geur, de geur van het paradijs is te ruiken vanaf afstanden, vanaf grote afstanden. Min mesirati kada wa kada. En vanaf grote afstanden is deze geur van het paradijs te ruiken. Maar zij zullen de geur van het paradijs niet ruiken. Dat is natuurlijk een grote yani, waarschuwing voor deze vrouwen. En een grote straf die ze riskeren. Die ze lopen. Die ze riskeren als zij yani, komen te sterven zonder dat zij het tauba hebben verricht. En de profeet zegt in een andere hadith. Min ashrati sa'a. Tot het tekenen van het uur is dat er vrouwen zullen zijn die kleding zullen dragen, maar die eigenlijk naakt zijn. Die eigenlijk naakt zijn. Zoals we net hebben gezegd, kleding is niet bedekkend. Kleding bedekt de aura niet. Is te strak of te kort of kort en strak is er ook nog. En gekleurd en yani, geparfumeerd, kleuren en geuren. Maar niet alleen kleding, zelfs hun lichamen, hun gezichten en hun nagels en hun alles is te zien zoals we vandaag de dag zien. Wallahu al-musta'an. En alhamdulillah, we zien ook alhamdulillah veel zusters die goed gekleed zijn. Dat maakt ons toch blij en geeft ons ook hoop. Maar wat we natuurlijk allemaal zien is ook die andere soort waarover de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat zij de geur van het paradijs niet zullen ruiken. En dit is een waarschuwing tegenover deze vrouwen. Betekent niet dat ze ongelovig zijn. Betekent niet dat ze yani, ongelovig zijn. La abadan. Lakin, dit is wa'id. Dit is een waarschuwing. En een straf die ze riskeren. Taib. Dus dit valt ook onder een teken van de tekenen van het uur. En de profeet heeft het gezegd. En dit duidt, wat ik net zei, ook op zijn profeetschap. Op dat hij in de waarheid spreekt. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam praat niet zomaar. Hij praat uit openbaring. Wat hij zegt is allemaal openbaring die hij van Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekregen. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.